Maar van harte gefeliciteerd met de duurzaamste cafetaria van Nederland. Mooi dat het in Groningen staat. Ja. En nog gefeliciteerd met deze smaakmakersticker. Nou, de gemeente heeft die smaaksticker uitgevonden om horecabedrijven die het heel goed doen op het gebied van duurzaamheid of fair trade, om die te belonen. En Friet van Piet in de Oosterpoort heeft hem verdiend door duurzaam met snacks om te gaan. Geen niemand patat. Geen niemand patat. Een stukje erkenning, een stukje waardering. En ik hoop dat dat een opening is naar collega's van mij. Die doorhebben dat de voet waar wij nu mee bezig zijn, op de weg, dat moet veranderen. En ook omdat zij duurzaamste cafetaria van Nederland zijn geworden. Nou, als je dat in je stad hebt, dan is dat ook reden voor de wethouder duurzaamheid om daar even te gaan kijken en te eten. En frikandel special voor mij, dat makkelijk zat. Voor mezelf is het niet zozeer dat ik me onderscheid. Ik ben bezig met iets wat ik gewoon vanuit mijn hart doe. En dat is vooral duurzaam ondernemen. En dat is nog helemaal niet af. Dat is dagelijks ben je daarmee bezig om zeg maar vooruitgang te boeken. Maar dat is zeg maar goed naar je producten kijken. Wat heb ik in huis en wat schotel ik mijn gasten voor? Ja, ik heb natuurlijk een verse friet, vers halenbos. Ja, qua smaak is dat natuurlijk voor mij moeilijk te zeggen, want smaak valt niet te twisten. Maar wat ik probeer te vertellen is een verhaal achter het product. Dus we zijn nu bezig met een test van frietjes, maar van Groningse aardappelen. Dus een boer uit Groningen, die levert mij aardappelen en wij toveren dat om tot lekkere frieten. Ja, er zullen ook mensen die zullen zeggen, dat hoeft van mij niet. Maar ik zie echt mensen die anders niet in een cafetaria komen, die daar niet het beeld bij hebben dat dat gezond is, die komen nu wel kijken. En ja, dat is natuurlijk een groep mensen die van harte welkom zijn. En dat zegt ons dat we door moeten gaan op de voet waar we bezig zijn. Ja, de doelstelling is dat we zoveel mogelijk duurzaam willen zijn in de stad Groningen op alle vlakken. En daarom vind ik het juist zo leuk dat bij een snackbar, waar je dat in principe niet direct verwacht, dat we daar ook duurzaam bezig zijn. Als je duurzaam bent, hoef je de snackbar niet te mijden. Dat kan gewoon en dat kan hier. Ja, maar ik zie hem ook breder. Hè. De horeca is erg bezig met duurzaamheid, omdat de mensen er ook steeds meer naar gaan vragen. Maar dat we nu een duurzame snackbar hebben in de stad, dat is er één. En ik zou er graag meer mee willen hebben, dus ik hoop dat dit voorbeeld ook navolging krijgt. Ja, een verrassing. Maar ik ben wel heel blij met de sticker. En het is nou niet dat ik achterover ga leunen en denk, nou, ik heb de buik binnen. Nee, we moeten gewoon doorgaan. Want duurzaam is wel iets wat gewoon constant door blijft gaan. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Want je komt steeds weer nieuwe producten tegen. En je gaat gewoon veel meer eer aan je werk krijgen. Geef niemand patat. Geef niemand patat. Een duurtje patat.